Hoi, ik ben Nieran Straub en de productieleider voor A Christmas Carol van de Dutch Stone Dance Division. Ik ben de productieleider van A Christmas Carol en ik zorg ervoor dat alles op rolletjes loopt. Ik maak roosters, ik heb contact met de ouders, contact met de dansers, zorg dat de kostuums, de grim en de haren, alles daarvoor geregeld wordt. En ja, al die connecties lopen via mij. Jazeker. Ik heb lang op het toneel gestaan, 17 jaar lang. En ik weet wat dansers nodig hebben om goed te kunnen functioneren. En wat een productie nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dus ik kan op verschillende plekken eerder inspringen dan andere mensen. Omdat ik weet hoe het werkt in het theater. En ik denk dat ik daar veel voordeel uit kan halen. Ja, zeker. Ik dans zelf niet meer zoveel actief. Af en toe nog een lesje hier en daar bij studio's in Amsterdam, waar ik woon. Maar ik werk nog steeds achter de schermen, nu als productieleiding, maar ook als complimentary of casting. En af en toe als dansdocent op verschillende opleidingen. Dus ik ben nog steeds zeer actief in de dansscene. Alleen minder op het toneel op dit moment. Het beste om te werken voor de Dutch Stone Dance Division is, je werkt hier altijd in een kleine groep van mensen. Een kleine groep van mensen die zeer gepassioneerd zijn over hun werk. Die er alles voor willen doen en die ook heel veel daarvoor over hebben. En om in deze kleine groep samen te werken is heel erg fijn. Daarnaast werk ik met 12 zeer getalenteerde dansers, de vaste dansers van het gezelschap. En zeker voor deze productie met alle amateurs en semi-amateurs en mensen in opleiding en onze professionals. En wat allemaal nog meer, het is gewoon een hele hechte groep. En in de 5 maanden, ik werk 5 maanden, maar de dansers repeteren 3 maanden. In die 3 maanden is het zo'n bubbel waar iedereen in leeft, dat is gewoon heerlijk om mee te maken. Mijn favoriete kerstherinnering. Ik heb er zoveel eigenlijk, moet ik even toegeven. Ik vind het leuk om, ik heb deze productie eerder gedaan, de productieleiding daarvan. Dus ik ben zeg maar achter scherm bezig geweest, wat ik heel leuk vond. Maar als ik met kerst moet optreden, vind ik het ook altijd heel leuk. Omdat je gewoon echt zo'n kerstsfeer bent met z'n allen, met de hele cast. Ga je eten voor de voorstelling en dan heb je een speciale voorstelling. Iedereen gaat toch echt een avondje uit, met kerst natuurlijk. Het is heel erg apart. Maar ik vind het ook heel leuk om met mijn ouders thuis en mijn familie lekker onder kerstboom cadeautjes uit te delen en open te maken. En lekker een wijntje te drinken en gezellig te eten. Dus ik heb niet één bepaalde kerstherinnering die ik leuk vind. Ik vind gewoon kerst aan zich vind ik gewoon erg leuk. Hoe is de werkervaring in deze productie? Leuk. Enerverend. Stressvol. Heel veel schakelen. Inspirerend, sportief, actief, soms heel veel laptopuren achter elkaar en nog een keer heel veel schakelen, heel veel schakelen, heel veel schakelen en heel veel schakelen. Maar het is echt heel leuk om te doen.